zijn hier in het Veldhuizenpark. Ja, dit park is eigenlijk heel bijzonder, want honden mogen hier rondlopen. En dat is zo ontzettend genieten om ja, die beesten te zien rennen, zwemmen. Ze doen echt van alles. Geweldig. Well, the party was nice, the party was pumping. Hey, yeah. E-I-O. And everybody having a ball. Hey, hey. E-I-O. Until the fellas start the name calling. E-I-O. And the girls respond to the call. I have a boom and shout out. Woef. Mooie naam, heel toepasselijk. Maar hoe ben je erop gekomen om een hondenuitlaatservice te beginnen? Nou, dat is eigenlijk, want vroeger was ik al dol op dieren, maar vooral honden. En ik wilde eigenlijk dierenartsassistent worden, maar zoals bij velen loopt dat gewoon anders, andere keuzes gemaakt. En ik ben eigenlijk jarenlang op kantoor, secretaresse en office manager werkzaam geweest. En toen kwam het laatste bedrijf waar ik werkte, is ongeveer 4 jaar terug, die hield op met bestaan. Het was een brancheorganisatie in de modus voor detailhandel. En de kinderen waren zo goed als afgestudeerd en toen dacht ik van nou, dit is wel de tijd om het anders te gaan doen. Dus daar heb ik even de tijd voor genomen. En toen was het wel vrij duidelijk dat ik iets met dieren wilde, met honden het liefst. En van alles onderzocht en met hondenuitlaatservices meegelopen elders in het land, bij een dagopvang meegelopen. Opleiding gedaan met Martin Gauws Academie, dus de enige die dat, ik weet niet of dat nu al anders is, maar toen nog deed voor en op een training voor professioneel hondenuitlaatservice. En toen ben ik gestart. Moeten honden ook wennen aan de coronavirus en ja, de coronatijd en de baasjes misschien ook? Ja, je zou het ze graag willen vragen, maar ze kunnen natuurlijk geen antwoord geven. Maar ja, ik denk sommigen echt wel. Ik denk dat de meesten het ook wel heel fijn vinden dat ze allemaal thuis zijn. Hoewel met hele kleine kinderen kan het ook wel eens heel erg hectisch en druk zijn. Maar ik vraag me meer af, hoe is het straks? Maar hè, als we er ooit vanaf zijn. Want heel veel honden raken nu gewend aan, nou de baasjes zijn thuis, ik heb gezelschap. Maar straks moeten ze weer wennen aan het alleen zijn misschien. En dat zal voor sommige honden best wel toch misschien wat verlatingsangst oproepen. Dus in die zin ja, ben ik heel erg benieuwd. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah. To Eddie Cows calling them canine. Hey, yeah. But they tell me, hey man, start up the party. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Who let the